Flevoland kiest. Bij ons rondreizende verkiezingscircus heeft de tent opgeslagen in Dronten. Verslaggever Patrick van Heesek zit in de Flevo Meerbibliotheek en dat zit vastgeplakt aan de meerpaal. Ja, Patrick, het is uh, tijd voor een ontbijt. Wie heb je aan tafel en wat staat er uh, ja, op het ontbijt? Wat staat er op het menu? Goedemorgen. Ja, nou, we hebben een lekker ontbijtje weer gekregen, geregeld door onze producer Wim. Um, we hebben lekkere croissantjes, witte broodjes, uh, ham, kaas, ei en brie. En uh, een beetje suderans. Nou, dus wij komen er wel uit hier. En aan tafel heb ik uh, Guido Stek van de VVD. De nummer 11 op de lijst. Um, ja, en, uh, u bent niet alleen uh, aanstormend politicus, maar u heeft ook een interessante baan. U werkt bij Defensie. Ja. Wat ja. doet u precies? Um, eigenlijk doe ik alle technologische zaken achter werken bij Defensie.nl. Dus uh, van het inregelen van de website... De, de operatie wordt weliswaar in een communicatiebureau gedaan, maar de techniek en de samenhang wordt door mij geregeld. En het systeem wat we gebruiken om alle sollicitanten af te handelen, dat ligt in mijn handen. Ja, uh, ja spannende tijden bij Defensie denk ik ook, uh, want uh, er zijn ook meer sollicitanten op dit moment. Ja, er is zaterdag een persbericht uitgegaan dat we uh, twee keer zoveel sollicitanten op dit moment binnenhalen. Uh, voornamelijk uit de Randstad, voornamelijk voor commando's. Dus we zien wel dat er een enorme stijging is uh, dankzij de Oekraïne-crisis. Ja. ja, apart toch? Ja, nee, goed apart. Uh, uh, mensen worden wakker, mensen zien bepaalde zaken en worden daardoor gemotiveerd. En maken toch de beslissing om dan te solliciteren. Ja, ineens zien ze de noodzaak van uh, Defensie. Dus blijkbaar. Ja, ja. ja dat zien veel op dit moment. Als we kijken naar Duitsland, die er uh, 100 miljard bij doet. En in onze eigen land uh, en de Kamer ook besluit om meer uh, aan Defensie te spenderen. Zijn het allemaal zaken die niet uh, doorgaan? Hoe is het dat, uh, dan nu om bij Defensie te werken in deze tijd? Uh, nou, toen ik daar, ik werk er nu sinds juni, dus het is voor mij ook even een, een nieuwe omgeving. Uh, en het is uh, ja, zeker spannend, toen ik daar solliciteerde en in gesprek ging, had ik niet verwacht dat dit zou gebeuren. Uh, ja, het is, het is, het is, een aantal zaken zijn gewoon een mysterie omgeven nu. Uh, ja. Het is druk, we merken dat er spanning is. We krijgen wekelijkse updates van de, de commandanten strijdkrachten en de minister uh, met, met vlogs en filmpjes. Uh, en ja, het is, het is een spannende tijd. En dan is gaat, het... ja. gaat u ook nog de politiek in? Uh, u bent 42 <laughs> jaar, woont ja. al vier jaar in Dronten. Ja. En nu staat u op, uh, op de kies, kieslijst uh, nummer 11. Uh, ja, waarom gaat u eigenlijk de politiek in? Nou, ik had uh, eigenlijk sinds mijn, mijn, mijn tien jaar al wel interesse in politiek. Ik uh, heb er nooit echt een gevolg aan gegeven, uh, ja, omdat mijn leven op dat moment ook niet voor klaar uh, was. Um, ik heb twintig jaar in Arnhem gewoond, daar ook vrij veel politieke cafés bij gewoond van de VVD. Um, uiteindelijk kom je op een leeftijd dat je gaat settelen. En dat heb ik in Dronten gedaan. Hier voel ik me veilig, hier voel ik me prettig. Het is hier ook mooi wonen. Um, en dat was voor mij ook een moment om uh, daar toch wat serieuzer naar te kijken. Ja, op, hetzelfde, ja. uh, op hetzelfde moment kwam de cursus: ja, ik wil in de gemeenteraad. Die heb ik gevolgd. Ja, en toen viel voor mij het kwartje van: Oké, okay, nu gaan we inderdaad stap wagen. Ja, nou is het wel zo als je de politiek ingaat, dan wil je iets betekenen voor de samenleving. Ja. Uh, wat is dat bij u? Wat wilt u toevoegen? Uh, nou, mijn slogan is sowieso kritisch en toegankelijk. Uh, ik uh, ben 15 jaar recruiter geweest, uh, personeelswerver. Dus Ik ben gewend om kritische vragen te stellen en door te vragen tot de kern van de zaak. Uh, vinden mensen niet altijd leuk. Uh, maar ik doe het wel zeg maar, op een toegankelijke manier en een vriendelijke manier. Ja. Zodat mensen ook nog altijd met mij in binding blijven houden. Ik wil ook gewoon toegankelijk blijven. Ik zit straks om 11 uur zit ik weer koffie te drinken met ouderen in de manege. Uh, nee, nou ja, niet ouderen, maar alleen ouderen, ook andere mensen. Maar die hebben daar een wandelgroepje. Die gaan elke vrijdagochtend om 11 uur gaan ze daar koffie drinken. Ik doe dat om daar ook gewoon weer in contact te staan met de mensen. En te horen, of, joh, wat leeft er nou eigenlijk in de wijken. En wat is dan uw ambitie? Is U wilt echt wat betekenen voor de inwoners van Dronten. Of u heeft zoiets van ik wil het. College controleren op het beleid wat is gemaakt en wat wordt gevoerd? Nou ja, kijk, zoals wij in ons partijprogramma ook aangeven, er eh, gaat heel veel goed, maar dat kost ook, dat kost ook werk. We, hebben wel de, de, we moeten eraan werken om te behouden wat we hebben. En, dus dat is één. Het tweede is, is dat ik eh, in de uitbreiding er ook voor wil zorgen dat we in ieder geval het karakter van de rondte blijven behouden. En dat is een stad of een dorp? Daar kun je over twisten. Uh, mij maakt de terminologie in die zin niet heel veel uit. Het gaat mij meer om het karakter wat je erin hebt. Kijk, we hebben hier nog dat we, we lopen elkaar niet de deur plat. maar we kijken wel om naar elkaar. Uh, dat is hetgene wat mij heel erg aanspreekt in Dronten. Wat ik ook nog niet ergens anders in een, in een omgeving heb gehad waar ik heb gewoond. Uh, mijn buren staan altijd voor mij klaar. Weet je, dat is hetgene wat ik zoek. En dat is hetgene wat we graag willen behouden. En of dat nou een stad of een dorp is. Ja, is het, u bent van de VVD. Uh, wat is voor u. Het belangrijkste speerpunt wat de VVD eh, in Dronten de komende vier jaar eh, op de agenda heeft staan. Voor mij. Eh, kijk, waar ik erg trots op ben, is dat wij de nummer drie financieel gezondste gemeente van Nederland zijn. Eh, daar is hard voor gestreden. Eh, Zeer op begroten. Eh, dat is redelijk uniek. Ik eh, heb in Arnhem gezien waar ik gewoond heb, hoe de gemeente daar bijna plat ging, omdat ze gigantische grondpartijen en... Om uh, het goed aankochten om een nieuwe woonwijk te bouwen. Wat zijn zaken, daar doen wij hier niet aan. Dat wil ik ook graag zo behouden. Dus dat is een punt waar ik denk dat de VVD uh, heel sterk voor staat. En wat ik ja, ook graag wil nastreven. Ja, even u zei zero-based begroten, moeten we even uitleggen. Zero-based begroten. Uh, we kijken continu naar uh, wat we niet nodig vinden. Dat doen we niet meer. Nee. Uh, en waar we op willen investeren, daar investeren we op. Ja. Dus het is, in plaats van te zeggen: joh, je hebt vier jaar een budget, gaan we dat veel structureller bijhouden. Stapje voor stapje. Ja. U staat nummer 11 op de kieslijst. Nou, dat zou wel een hele grote overwinning voor de VVD worden. <laughs> mocht u dan in de raad komen. Met andere woorden, dat gaat niet lukken. Uh, maar dat is niet de reden dat u op de lijst bent gegaan. Hè? Uh, waarom dan wel? Nou, kijk, de, in de cursus: ja, ik wil in de gemeenteraad kom ik erachter dat je sowieso op de lijst moet staan, uh, wil je. Gedurende een raadsperiode ook nog in de raad komen. Um, voor mij was het dus zeg maar een keuze van: oké, okay, ik wil de aankomende vier jaar wil ik iets daarin gaan doen. En ik dacht altijd: dan kun je ook tussentijds nog uh, deelnemen. Dat kan dus niet. Dus vandaar dat ik nu sowieso op die rij, uh, lijst sta. Het is overigens niet zo dat de kans heel klein wordt voor mij om in de raad te gaan op dit moment al. We hebben in het rond ook nog zoiets als burgerraadsleden. Ja. Uh, ophebben. En voorkeurstemmen. Voorkeurstemmen zou ook nog kunnen. De, de kiesdrempel ligt op 169 geloof ik voor, voor Dronten. Dus als ik meer dan 169 stemmen heb, dan komt daar al wat leukers, maar die kans is heel klein. Um, maar als burgerraadslid kan ik ook al meepraten. Uh, maak ook al deel uit van de fractie. En ervaring op doen hè? En ervaring op doen. Ja. Ik heb geen stemrecht, maar dan kan ik wel meepraten. We gaan afronden. Uh, bedankt voor dit gesprek. U gaat denk ik nog campagne voeren deze week? Wij we gaan zeker nog campagne voeren. Wij uh, lopen als VVD, u zult ons niet heel veel in het centrum zien. De aankomende dagen wellicht wel. Maar we hebben de laatste weken zijn we al alle deuren langs gegaan. Uh, dus wij blijven ook bij mensen aanbellen om te vragen joh, hoe is het om in Dronten te wonen? En wat kunnen we nog verbeteren?